Regio 8 blikt in een eindejaarsinterview met algemeen directeur Hans-Martijn Osterdorp van de Graafschap terug op 2022. Daarin ontsloeg de club onder andere trainer Renier Robbenmond, kwam het niet verder dan de eerste ronde van de play-offs en beleefde de club onder de nieuwe trainer Adrie Poldervaart de slechtste seizoenstart in de geschiedenis van de club. Desondanks gaat het maatschappelijk voor de wind en biedt 2023 nieuwe kansen. En als je nou kijkt naar de sportieve resultaten, dan probeer ik die toch wel even te knippen in twee dingen. Enerzijds de resultaten van het eerste elftal gedurende het hele jaar, 2022, waarin we de tweede helft van het eerste seizoen en de eerste helft van dit huidige seizoen hebben gespeeld. Ja, dan moet je zeggen dat de resultaten nog niet mee zijn gevallen. Hè. Daar moet je zo eerlijk over zijn. Het verleden jaar is uiteindelijk toch nog eerste ronde, te nauwe nodig, eerste ronde play-offs gehaald. Zijn we meteen uitgeschakeld. Dat was niet hoe we het ons hadden voorgesteld. Nou, ik denk dat we over dit seizoen komen we dadelijk nog wel even te spreken. Aan de andere kant, als ik kijk naar de ontwikkeling, ook op sportief gebied van de jeugdopleiding. Er steeds meer elftallen die op het hoogste niveau van Nederland komen te spelen. Steeds meer jongens die zich manifesteren en ook de minuten maken in het eerste elftal. Dan zou ik hem zo willen knippen. Hè. Zeg ik, nou, eerste elftal resultaten, sportieve resultaten, teleurstellend. Maar er zijn wel lichtpunten en die zitten met name in de jeugdopleiding. In de eerste maanden van het jaar greep de clubleiding hard in. Trainer Renier Robbenmond werd op straat gezet na tegenvallende resultaten en matig voetbal. Ja, ik denk dat het beslissing is die onvermijdelijk was op dat moment. Meerdere aspecten. Sportief resultaat natuurlijk, het vertoonde spel dat geen verbetering in zich had. Maar ook de relatie binnen de club tussen de hoofdtrainer destijds, Renier Robbenmond, en de jeugdopleiding. Waar toch talent aan de deur stonden te trappelen, maar die relatie die was gewoon niet heel goed. Maar uiteindelijk is het besluit van de Raad van Commissarissen en dagelijks bestuur om tot ontslag van een hoofdtrainer over te gaan, dat gebeurt niet lichtzinnig. En op het moment dat wij, ik meen dat het was na de uitwedstrijd tegen Roda JC, waar we redelijk kansloos verloren en ook het publiek echt wel massaal zich afkeerde van de ploeg, hebben we gemeend na een overleg met de RVC niet anders te kunnen dan dit vervelende besluit te moeten nemen. Clubicoon Jan Vreeman stapte naar voren om de boel weer op de rit te krijgen. Een schokeffect bleef uit en de resultaten werden niet veel beter. Maar toch keerde de positiviteit weer terug op de Vijverberg. Ja, zoals gezegd, uiteindelijk hoop je verder te komen in de play-offs en toch nog voor een stuntje te zorgen. Ik denk niet dat er ooit in heeft gezeten. En dan zijn er winstpunten vanuit die tweede helft dat jeugd op de deur heeft geklopt en ook kansen heeft gekregen. En zo eindigde het seizoen 2021-22 in de eerste ronde van de play-offs, waarin het over twee wedstrijden werd uitgeschakeld door FC Eindhoven. Jan Vreeman deed weer een stap terug naar het belofte elftal, waarna de lang verwachte komst van Adrie Poldervaart werd aangekondigd. Adrie Poldervaart stond natuurlijk al langer op ons netvlies. Ook in de periode van Peter Hofstede was al enthousiast over Adrie Poldervaart. Opnieuw zijn we de gesprekken met Adrie aangegaan. Dat hebben we gedaan met Peter Bijveld, die natuurlijk nieuw kwam als technisch manager. Met het klankbord voetbal, met hoofdjeugdopleiding. Ik ben er zelf bij betrokken geweest. Dus je start met een nieuwe hoofdtrainer en ambities die we uitspraken waren. We willen heel graag spelen om de play-offs. Dus die moeten we halen. Die ambities staan overigens nog wel 4 overeind. Dan ga je zo'n nieuw seizoen in. Dan heb je met elkaar die ambitie en die schoen. En ook dan valt het in het begin qua resultaten nog tegen. Ik vond het de eerste wedstrijd heel aardig. We konden mee met Zwolle. We speelden heel goed thuis tegen VVV. Maar helaas hadden we wel 2 wedstrijden 0 punten. En daarna werd het toch even wat stroever. Dat stroeve spel resulteerde in de slechtste seizoenstart in de clubhistorie van de Graafschap. In de eerste 8 competitiewedstrijden haalde het slechts 5 punten en vond het zichzelf terug in de kelder van de keukenkampioendivisie. Aan de positie van Poldervaart is echter nooit getwijfeld. We hebben wel gezegd, weet je, maar we blijven met elkaar in gesprek. We hebben veel gesprekken hier gevoerd, maar nooit het gevoel gehad dat bijvoorbeeld afscheid nemen van de trainer de oplossing zou zijn. Maar wel met elkaar constant scherp zijn, jongens, doen we nog de goede dingen. En we komen weg bij deze plaatsen. Nou, daar zijn we inmiddels ook wel bij weg en we moeten nu de stappen omhoog in gaan zetten. Dus natuurlijk heb je wel gewoon scherpe gesprekken met elkaar en je spreekt ook met spelers, met spelersraad, met de trainer zelf. Maar afscheid nemen is voor ons geen issue geweest. Waar het sportief gezien tegenvalt, zit de club op maatschappelijk gebied in de lift.
Wekelijks zitten er gemiddeld 10.000 supporters op de Vijverberg en meer dan 400 sponsoren weten hun weg naar het stadion te vinden. En dat maakt de algemeen directeur trots. Toen ik kwam, ik zit inmiddels in mijn zesde jaar, heb ik echt gezegd, ik wil twee dingen vind ik heel belangrijk. Eén, de jeugdopleiding moet weer een onderdeel worden van de betaald voetbalorganisatie. Dat is gerealiseerd. En twee, als je duurzaam bestaan van betaald voetbal in de Achterhoek mogelijk wilt maken, daarmee bedoel ik te zeggen, betaald voetbal wilt laten bestaan in de Achterhoek voor een hele lange tijd, dan zul je je maatschappelijk moeten verankeren. Nou, die maatschappelijke verankering die hebben we fors ingezet. Ik denk dat die nu wel zichtbaar is in de hele regio. Weet je, ik ben echt heel trots dat we nu met onverwachte hoek.nl op het shirt spelen. Dat is een soort verankering van onze maatschappelijke verankering. En daar ben ik heel blij en dankbaar voor. Ik vind ook dat er heel goed werk gedaan wordt in de Stichting De Graafschap Verbindt. Met Michael Ogilby, onze manager MVO, die daar met heel veel mensen heel veel werk in verzet. Veel vrijwilligers die zich er ook aan verbinden. En zo kijken we echt samen met gemeenten en met Achterhoeksorganisaties naar hoe kunnen we de Achterhoek nog verder verbeteren. Door de slechte resultaten kwam er ook kritiek op de positie van de algemeen directeur. Maar een vertrek op korte termijn, het lijkt niet aan de orde. Hij zit goed op zijn plek en denkt nog niet aan stoppen. Punt komt wel weer een keer, omdat dat ook goed is. Weet je, je zit op een positie die altijd tijdelijk is. Ik geloof niet in, omdat je, soms kun je ook te bepalend worden in jouw bestuursstijl, zeg maar. En dan heeft het ook weer even een andere kant. Misschien wel een wat zakelijkere directeur of iemand die echt gaat voor de topspot. Dat is helemaal niet erg. Dan moet je ook met elkaar en met de Raad van Commissaris moet die gesprekken ook voeren. Maar voorlopig ben ik nog wel even directeur van deze club. En daarmee gaat de blik op 2023, waarin de club een duidelijk sportief doel heeft. En dan met deze selectie, met de kwaliteiten die we hebben, met de staf die eromheen zit, met het jeugdig talent, dat die het frisse blik geeft, gaan wij absoluut die play-offs halen. Dus die toezegging durf ik te doen. Maar één ding, het wordt er niet beter van als de algemeen directeur mee gaat doen. Dus ik heb heel veel vertrouwen in de staf, in de selectie, in de jeugd. En het kan niet anders dan dat wij daar die stappen gaan zetten naar een mooie plek in de play-offs. En dan weet je niet wat er kan gebeuren. De algemeen directeur heeft ook een nieuwjaarswens voor de inwoners uit de Achterhoek. Wees een beetje lief voor elkaar. Omzien naar elkaar als vaste waarde in de samenleving. Juist in de roerige wereld waarin we zitten, kunnen we dat met elkaar wel gebruiken.